staat genoteerd. Fijn, dankjewel. Wil je misschien nog wat drinken? Nee, ik moet er vandoor. Oké, dag. Dag. Oh. Sorry. Speeddaten? Spannend. Heb jij niks beters te doen dan mijn gesprekken afluisteren? Nee, helaas. Nou, misschien komt er nu verandering in. Dat dacht ik niet. En doe je zelf ook mee? Met dat speeddate? Nee, hoezo? Nou ja, heeft het zin om me in te schrijven? Ja hoor. Ja? Er komen heel veel leuke vrouwen. Zo leuk als jij? Nou, dat lijkt me onmogelijk. Chandeur? Wijntje? Dat lijkt me niet zo verstandig. Alles oké? Ja. Wat een botterik, hè, die gast. Het liep mij ook bij hem ver. Ja. Gaat het echt wel? Ja, ik schrok een beetje. Omdat hij aanraakt. Ja, het gaat alweer. En waar moet jij heen? 6. Het was alsof ik mezelf zag. Waar heb je het over? Die paniek als iemand je aanraakt. Ik weet hoe dat voelt. Je hebt hetzelfde meegemaakt als ik. Hè? Nee. Kijk eens aan, mevrouw Zwart. Ik heb een lekker kopje thee voor u gemaakt. Voor mij? Ja, ik denk, u bent zo druk aan het werk. U heeft vast wel zin in een lekker kopje thee. Oh. Nou, er zit geen vergif in, hoor. Hm. U vertrouwt mij niet, hè? Ja, ik hoorde wat u zei tegen mevrouw van Wickerode. Oh, probeer je me daar in te palmen? Ik vind het gewoon vervelend dat u zo slecht over mij denkt. Ik ga af op wat ik zie. Nou, wat doe ik dan verkeerd? Stomerijbolletjes tussen bankafschriften zoeken bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt natuurlijk heel raar, maar vorige week lag mevrouw de agenda ook in de koelkast. Ze is af en toe nogal aan de war. Ja, dat komt jou helemaal niet slecht uit, hè? Ik hou jou in de gaten. Gaat wel goed met u? Ja hoor. Was het trouwens een goed idee van je om samen te dineren? Ja. Ja. Je vindt het toch wel leuk? Nou, wat deed u zelf, tuurlijk. Oh, ja. Weet je, er zit me eigenlijk iets dwars. Heb jij met mevrouw Zwart over Lorena gesproken? Nee. Hoezo? Nou, omdat jij toen tegen me zei dat je Lorena niet vertrouwde. En mevrouw Zwart zei eigenlijk precies hetzelfde. Wat heeft mevrouw Zwart precies gezegd? Ja, nee, ze zei dat ze in mijn bankafschriften zat te snuffelen. Ze moest een papiertje hebben van de stomerij. Het is uw bankafschriften. Ja, maar ja. Dat is eigenlijk wel logisch. Want ik ben natuurlijk de laatste tijd zo verward. Ja, en dat is precies wat Lorena ook weet. Dat is ook de reden waarom ze voor u werkt. Gewoon dat ze misbruik van u kunt maken. Nou ja, ik ben er natuurlijk wel zelf bij, hè. Lorena is tot alles in staat. Ik vind het trouwens erg toevallig dat mevrouw Zwart het nu ook deed. Dat zegt toch genoeg? Ja, laten we het maar over iets anders hebben. Hoe gaat het nou eigenlijk met de... U moet haar ontslaan. Is Nina thuis? Nee. Kunt u dit aan haar geven? Zitten geen pilletjes in, hoop ik. Goed, ik geef het er. Hoe is het met haar? Hoezo? Gewoon, zomaar. Heeft ze jou iets verteld? Nee, maar u wel, kennelijk. Het is te zwaar. Dix, dit is een heel raar gesprek. Ik was erbij, die avond in Tulumba. Toen Nina die date had met René. Ik wist dat hij iets met hem van plan was. Hoezo? Ik had hem over Nina horen praten aan de telefoon. Ik heb haar gewaarschuwd, maar ze wilde niet luisteren. En als ik achter de aan was gegaan, dan was dit nooit gebeurd. Ik wou dat ik iets voor haar kon doen. Ja, daar is het nu een beetje te laat voor, hè?
En wat u ook van me denkt, ik geef om Nina. Oké, maar ik denk dat je er nu beter met rust kunt laten. Ik wil het gewoon vergeten. Ja, dat begrijp ik. Dat wilde ik ook. Ik dacht, als ik er niet aan denk, dan slijt het wel. Maar zo gaat het niet. Ja, bij mij wel. Lieverd, zo werkt het echt niet. Wat moet ik dan? Moet ik hem neerschieten met een spijkerpistool? Sorry. Ik kan er ook echt helemaal niet aan denken. Ik ben oud gegaan. Ik kan me helemaal niks herinneren. Ik weet niet eens wat ze met me gedaan hebben. Ze? Je hoeft het me niet te vertellen. Het is misschien ook maar beter ook dat ik het niet weet. En trouwens, het is mijn eigen schuld. Ik ben zelf met ze meegegaan. Het is niet jouw schuld. Het is niet jouw schuld. Hoor je me? En je hoeft je nergens voor te schamen. De enige die zich moeten schamen zijn die klootzakken. Ik voel me echt zo smerig. Heb je het iemand verteld? Alleen mijn moeder. Nou, dat is heel goed. Maar ze snapt het helemaal niet. Ze wil dat ik aangifte doe. Dat moet je ook doen. Begin jij nou ook al? Ik kan het toch helemaal niet terugdraaien? Dus of ik hem nou aangeef of niet. Ik wil gewoon verder. Ja, en juist daarom moet je aangifte doen. Pas dan kun je het afsluiten. Ja, lieverd, als jij niks doet, dan doen ze het misschien nog een keer. En misschien niet bij jou, maar bij iemand anders. En ze mogen hier niet mee wegkomen, toch? George, dank je.